14-3, uh, sportief een, uh, een goede zaak. In de volgende wedstrijd is tegen RB Hammer, die wint met 1-5. Ja inderdaad, dat is, uh, dat is leuk meegenomen. Hè. Uh, vandaag tegen gaan uit. Uh, ik had gedacht dat het moeilijker ging lopen. Uh, we hebben ginter in de competitie voor een 3-3 gaan, uh, gaan spelen. Het was, het was daar niet goed, klein zaaltje. Die, die jongens hebben het toen heel goed geweerd. Uh, bij ons liep het niet lekker. En uh, vandaag was dat, uh, was dat wel een ander geval. Ik denk dat we toch wel uh, vrij gretig gestart zijn. Uh, met Atif die toch wel uh, drie, vier doelpogingen uh, direct uh, uh, voor zich nam. En uh, ik denk na tien minuten was het, was het nog maar eentje nul. Uh, en dan, dan begon het te lopen. Ik moet wel zeggen, die jongens waren uh, uh, met het ontbreken van hun keeper. Eh, een beetje uh, was een handicap voor Hanut. Uh, maar uh, wij moesten vooral vandaag uh, voor, voor het vertrouwen zorgen. Uh, omdat het volgende week uh, heel, heel belangrijk zal zijn in Lard Brussel. Uh, deze wedstrijd was uh, kort na de rust toch al, uh, al beslist. En, uh, dus uh, is alles, uh, alles in functie van, uh, van volgende week uh, wat heel belangrijk zal zijn. De Beker ziet er wel een heel zwaar avontuur uit te worden natuurlijk, om die finale te halen. Ja, nu zeker uh, met ARB uh, Hamme. Uh, Oké, okay, dat is een, een hele leuke, een leuke wedstrijd. Een dubbele, dubbele wedstrijd. Dus dat is leuk voor de club. Uh, leuk voor de spelers. Zij kunnen zich nog een keer tonen. Uh, maar ik blijf erbij. Hammen is, is veruit de beste ploeg. Uh, ze hebben de beste kwaliteit. De, de, uh, dat, uh, dat zullen wij op een, op een manier moeten gaan, uh, gaan doen. En, uh, en ons uh, met de beste middelen gaan verdedigen. Hè.